Mijn naam is Mark van Keersbilk. Ik ben bij de Groof Peterkam verantwoordelijk voor het segment ondernemers en vrije beroepen. Vandaag heb ik het genoegen om Jurgen Ingels te mogen verwelkomen naar aanleiding van de uitgave van zijn boek 50 lessen voor ondernemers. Jurgen studeerde industrieel ingenieur in Oostende en politieke en sociale wetenschappen in Antwerpen. Hij behaalde ook een MBA. In 2001 richtte hij Clear2Pay op, een bedrijf gespecialiseerd in betalingstechnologie voor banken. Het groeide tot een activiteit in 20 landen met 1200 medewerkers. Hij verkocht het in 2014 aan het Amerikaanse FIS. Maar Jurgen ging zeker niet op zijn lauwer rusten. Zo heeft hij Smartfin opgericht, een risicokapitaalfonds dat investeert in technologiebedrijven. Hij richtte startups.be en scaleups.eu op. Dat zijn organisaties die jonge bedrijven helpen groeien. En daarnaast is Jurgen ook bestuurder in diverse bedrijven zoals WDP, Materialize, Gelamco, Itivity, GuardSquare, Unipost en Deliveract. Onderweg heeft hij ook nog enkele mooie erkenningen behaald. In 2009 de award Beloftevolle Onderneming van het Jaar, een organisatie door EY. En in 2015 de prijs ICT Personality of the Year door Data News. Dames en heren, tijdens deze webinar krijgt u de kans om uw vragen te stellen in de rubriek Q&A rechtsonder op uw scherm. U stuurt uw vraag naar alle panelleden, alleen de sprekers en de moderator kunnen de vragen die u stelt zien. Uw vragen zullen beantwoord worden tijdens de Q&A na de uiteenzetting, die ongeveer 45 minuten zal duren. Graag laat ik nu het woord aan Annelies van Erck, nieuwsanker bij de VRT, die deze webinar in goede banen zal leiden. Annelies. Dankjewel, Mark. En goedemorgen en welkom aan iedereen die op dit moment geconnecteerd is met deze webinar. Ik ga zo meteen in gesprek met Jurgen Ingels over zijn boek 50 lessen voor ondernemers. Het is een boek, zeer interessant uiteraard voor ondernemers, maar ook voor mensen die niets met ondernemen te maken hebben. Ik kan er zelf over getuigen, want ik heb het zelf gelezen. Het is razend interessant. Zoals gezegd, u kunt gerust uw vragen insturen nog. Dan leg ik die met heel veel plezier voor aan Jurgen Ingels. Jurgen, goedemorgen. Mag ik Jurgen zeggen? Absoluut. Okay. Goedemorgen. Ja, is het vroeg voor u? Bent u een vroege vogel? Want ik heb altijd de indruk dat ondernemers vroege vogels zijn. Klopt dat? Het is redelijk vroeg, want het was redelijk laat gisteren. Het valt in een combinatie met de avond ervoor, maar het valt wel mee. Ja. We gaan het hebben over uw boek. Ja. Waarom wilde u een boek schrijven in de eerste plaats? Ja, ik heb veel managementboeken gelezen en ik vind die wel altijd interessant. Maar ik vind ook altijd dat heel theoretisch is. En ik heb altijd zoiets van, ik was een beetje op mijn honger blijven zitten. En ik dacht van, zou het nu niet interessant zijn om een praktisch boek te schrijven? Enerzijds. En anderzijds, ik heb twee kinderen. Mijn zoon is nu 17, mijn dochter is 15. En moesten ze ooit ondernemer willen worden? Ik weet niet wat het erin zit, dat gaan we moeten zien. Maar dat mag dan van mij. Ze moeten vooral doen wat ze graag doen. Maar ik zou dan toch tegen hen zeggen van, kijk, fijn, maar lees dan maar eerst een keer het boekje van uw vader. Dus dat is eigenlijk een beetje de insteek geweest. En het is ook een stuk teruggeven, een stuk inspireren. Dat is ook een beetje de bedoeling. En ik heb het ook geschreven uit de insteek. Stel nu dat ik dat boek had, voordat ik startte, had ik daar dan iets aan had, had ik bepaalde fouten niet gemaakt. En wat denk je? Ik denk het wel. Het is zeker niet, het is ook nog niet geschreven met de intentie van, ik weet alles en voilà, dat is de praktische. Het is meer vanuit mijn anekdote, wat ik meegemaakt heb. De goede kanten, de slechte dingen en hoe ben ik ermee omgegaan en hoe heb ik... het is eigenlijk meer een soort van mogelijkheid van aanreiken. Maar het is zeker niet de pretentie om te zeggen van kijk, dat is nu de waarheid. Ja, want hoe ben je eraan begonnen? Want het is niet echt een soort chronologisch overzicht van je ondernemerscarrière tot nu toe. Nee, het was eigenlijk toevallig. Omdat ik heb veel gereisd, de laatste 3 jaar, veel naar Azië gereisd, ook naar Amerika. Ik had toen op het vliegtuig alle films gezien. Dan dacht ik van ja, nu kan ik terugwerken of kan ik eerlijk iets anders doen. En ben ik zo 1 of 2 stukjes beginnen schrijven. En ik had er zo'n stuk of 4, 5 en dan een vriend had ze dan gelezen, oh, dat is wel tof, moet er iets mee doen. Dan dacht ik, ja, waarom niet? En dan was er eigenlijk al die structuur van een soort opdelen in lessen voor ondernemers? Nee, nog niet. Dat waren aparte stukjes. Ik heb er zelfs ooit eentje een keer is gepubliceerd geweest door de tijd. Mickey Mouse van de Raden van Bestuur. En zo is eigenlijk het idee geroeid. En het heeft uiteindelijk 3 jaar geduurd, want ja, het was ook niet echt mijn bedoeling van ik ga nu een boek schrijven. Ik ben wel heel blij met het resultaat.
Maar het heeft dus, ja, soms heb ik zelfs maar niet geschreven en dacht ik, ja, ik heb nog een boek, dus juist, moet daar nog een keer iets aan doen. En dan met corona de laatste maanden heeft het wel wat geholpen, maar wel blij dat hij er is, want ik heb hem ook helemaal zelf geschreven. Tot verbazing van de uitgever, van hoe hij schrijft die boeken zelf. Maar ben wel blij met het resultaat, absoluut. Mm-hmm. Wat me opvalt is dat hij altijd vertrekt vanuit je eigen ervaring, vanuit ja. iets dat je meegemaakt hebt en daar dan een beetje een theorie aan koppelt. Ja, maar, ja, vandaar ook, het is echt anekdotisch, want ik kan ook maar schrijven wat ik meegemaakt heb. Ik vind het altijd moeilijk om dingen te gaan lezen en dan te zeggen, ja, ik heb nu de grote marketing of ik heb nu de grote inzichten. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het is echt vanuit de praktijk. En het is ook een manier waarop ik het aangepakt heb. En die manieren verschillen wel een keer. Hè. Maar er zitten echt grappige dingen in. Er zitten ook ja, heel ernstige dingen in. Er zitten een paar moeilijker stukjes in het boek. Iets meer technisch, maar ik denk dat dat ook wel mag. Want ja, een ondernemer wordt geconfronteerd met leuke dingen, maar ook met minder leuke dingen. Ja, er zitten geen taboes in, hè, in het boek. Nee, absoluut niet. Nee. Laten we eens inzoomen op een aantal elementen in het boek. Bijvoorbeeld, je maakt een onderscheid, een heel duidelijk onderscheid tussen ondernemers uh-huh. en managers. Wat is dat onderscheid precies? Ja, een ondernemer voor mij is geen manager. Een ondernemer, ik catalogeer mezelf als ondernemer, maar ik heb een beetje chaos nodig in mijn brein om te kunnen ondernemen. En ik zie altijd opportuniteiten en als alles heel goed gestructureerd is, ja, dan is het heel moeilijk om te ondernemen vanuit mijn standpunt. En een manager is iemand die dan komt, op het moment dat het bedrijf gestart is, door een ondernemer, de chaos enzovoort. Ja, die chaos kan niet blijven duren als dat bedrijf groeit. Dus op het moment dat dan bedrijf 30, 40, 50, 100, 200 mensen hebt, heb je eigenlijk iemand nodig die zegt, oké, de chaos moet nu wel wat gestroomlijnd worden en dan heb je meer een manager nodig. En heel vaak ja, verwart men dat. Ook in het publiek zeggen, ja, het is een goede manager of het is een goede ondernemer, terwijl hij eerder ondernemer of manager is, maar niet de twee. Ik bijvoorbeeld ben veel meer ondernemer. Ik heb minder affiniteit met manager. Ik zeg niet dat dat slecht is, hè, maar om zo ja, regels op te stellen en aan iedereen te zorgen dat iedereen die regels volgt en strikt daarop te zijn, dat is minder mijn kant, omdat ik ook ja, de creativiteit eigenlijk nodig heb om dingen te kunnen doen. En mijn ervaring is ook, als het te veel gestructureerd is... En je wilt dan ook niet gehinderd worden door... Nee, voilà, als het te veel gestructureerd is, ja, dan heb je misschien wel een idee, maar had je toch niet met dat idee naar uw werkgever gaan, omdat je zegt, ja, dat kan niet, dat past niet binnen het keurslijf in feite. Dus het hangt af van, een beetje keurslijf is nodig, en zeker als je bedrijf groeit. Maar in het begin, in mijn omstandigheden, als ik een bedrijf opstart, heb ik toch wel die chaos, die ongestructureerdheid nodig. En dus ondernemers zijn ongestructureerd op dat vlak, vind ik toch. Maar om door te groeien moet er wel... Ja, dus vandaar ook, je moet eigenlijk je team ook veranderen. Dat is een beetje raar, want eigenlijk meestal starten met een team. Ja. En ja, dat team doet het fantastisch en we houden het team aan. Never change a winning team, zeggen ze. Ja, dat is eigenlijk niet mijn ervaring. Eigenlijk zouden moeten op bepaalde momenten je team gaan veranderen. En dat is heel moeilijk, hè, want dat zijn mensen waarmee je het bedrijf hebt opgestart. Je hebt er ook affiniteit mee, dat zijn vaak vrienden. Maar ik heb toch vastgesteld dat bedrijven die dat doen, en die daar de inspanning voor doen, dat eigenlijk betere bedrijven zijn. Omdat je hebt kwaliteiten, maar een kwaliteit van iemand die een bedrijf runt van 10 man, is een totaal andere kwaliteit van iemand van 50 man, is weer anders van iemand die 1000 man runt. En je moet eigenlijk ook, ik heb dat ook altijd gedaan, je moet ook zelf durven plaats ruimen voor iemand anders. Dat je zegt van ja, dat zijn mijn kwaliteiten, daar ben ik goed in, dat is mijn talent. En als je talent ondernemen is en dingen zien en creativiteit, ja, en je talent is niet structureren, dan moet je dat ook niet proberen te doen. Dus, dus vandaar ook... Je hebt zelf nooit die aandrang gevoeld om manager te worden in uw bedrijf. Is het volgens jou wel denkbaar dat dat toch één en dezelfde persoon is? Ja, ik ben nooit CEO geweest van de bedrijven. Want ik vind, als je CEO bent, ja, dan moet je 100% gefocust zijn op je bedrijf. En dat is ook belangrijk. Maar ik ben nogal... vanuit parallel denken, ik kijk nogal naar de dingen vanuit een parallele omgeving. Wat bedoel ik daarmee? Dat je eigenlijk dingen doet, maar dat je daarnaast ook andere dingen doet. Omdat je dan in andere sectoren werkt en de ervaringen van die sector kunt meenemen naar je eigen sector. Dus voor mij is dat wel belangrijk, net om die creativiteit te ondersteunen. Maar als je natuurlijk CEO bent, ja, dan gaat dat niet, want je moet bezig zijn met je sector en je bedrijf. En vandaar dat ik ook altijd meestal founder ben, of dat ik in de raad van bestuur zit, of dat ik CFO ben. Omdat als je die functie hebt, ja, niemand klaagt daarover dat je dan andere dingen doet. Terwijl als je dat doet als CEO, ja, dan gaat de raad van bestuur zeggen dat mag niet en dat kan niet en de aandeelhouders en zo. Dus vandaar dat ik ook nooit CEO ben. En allee, dat stoort mij ook niet. Dat heeft mij nooit gestoord. Mm-hmm. Dus, Oké. Ik hoor u vertellen over creativiteit en wilde ideeën en dat soort dingen. Dat soort ondernemerschap, is dat
aan te leren? Of is dat volgens u iets wat iemand in zich heeft? Ja, het is, ik denk dat je er beter kunt in worden. Dat absoluut. Maar ik denk wel dat het in je moet zitten. Als ik naar mijn eigen kijk, ik heb altijd dingen... Allee, achteraf gezien is dat natuurlijk wel leuk. Dat boek is ook een soort van reflectie. Wat heb ik nu allemaal gedaan? En ik heb eigenlijk vastgesteld van toen ik al jong was. Ik heb het idee's georganiseerd, feesten georganiseerd, omdat ik niet mocht uitgaan van mijn vader. Dus mijn vader zei, je moet om 12 uur thuis. En dan dacht ik van, ja, hoe moet ik daar nu mee omgaan? Een creatieve manier gevonden. En mijn vader gezegd, als ik dan... het feestje zelf organiseren, mag ik dan langer blijven? Ja, dan mogen we langer blijven. Dus dat was eigenlijk een obstakel en een creatieve oplossing gevonden, maar ik heb daar heel veel uit geleerd. Maar ik heb echt van alles gedaan. Het staat ook beschreven in het boek. Hè. Ik heb pampers gekocht op een bepaald ogenblik, de container pampers, toen de kinderen klein waren, uit de faillissement in Duitsland. Die pampers op de trein gezet, al die pampers in mijn zolder laten afleveren en dan pampers verkocht aan, eerst aan vrienden, dan mensen in de straat en in de stad. 3-4 jaar later, dat de kinderen al groter waren, waren er altijd mensen in de lijst of in de supermarkt die mij aanklampten en vroegen, heb je nog pampers? Dus ja, ik heb altijd, dat zit wel wat in mij. Ook als ik op vakantie ga, de eerste 4-5 dagen is dat tof en dan rust ik wat uit. Maar na 5 dagen ben ik al rond te zien, ja, wat kan ik hier importeren, wat zou ik hier kunnen doen? Dus ja, het moet dat wel een beetje in u zijn. Ja, u kunt het niet laten, hè, dat ondernemen. Is dat ook iets wat u snel herkent bij anderen? Eigenlijk wel, want die passie, allee, voor mij, mensen vragen mij soms ook als ik als investeerder in een dossier stap, ja, maar naar wat kijkt. Ik kijk natuurlijk naar heel veel factoren, financiële factoren enzovoort. Maar er is één factor waar ik heel hard naar kijk, dat is passie. Ik wil zo echt mensen zien die het vuur in hun ogen hebben en die bijvoorbeeld s'nachts een vrouw wakker maken om 3 uur s'nachts om te vertellen over een bedrijf, die s'morgens aan hun schoonmoeder dat uitleggen, die op feestjes altijd naar u komen en altijd maar opnieuw over een bedrijf beginnen. Dat is vervelend soms, maar... Dat soort van mensen vind ik die echt gepassioneerd zijn. Maar die ook genoeg gezond verstand hebben om te weten, als iets niet werkt, dat ze het ook kunnen aanpassen. Ja, want hoe zit dat met dat evenwicht, hè, tussen die passie en natuurlijk ook die ratio die erin moet zitten? Want anders ga je met die passie toch ook niet veel kunnen doen. Nee, eigenlijk moet je de twee hebben, denk ik. Passie, maar je moet ook ratio hebben. Ik zeg ook altijd, een goede ondernemer moet ook kunnen rekenen. Je moet echt wel goed kunnen rekenen. Dus, en ik heb een beetje het geluk gehad. Ik heb opleiding industrieel ingenieur gedaan, dus dat was redelijk technisch, financieel. Niet zozeer, maar wel cijfermatig. Dus ik heb wel wat affiniteit met cijfers. Ik heb dan Pol & Sok gedaan en een MBA. Dus ik heb eigenlijk het geluk gehad een beetje om het verschillende leefwerelden dingen te kunnen doen waar je, vind ik, denk ik, verschillende aspecten nodig hebt in ondernemerschap. De pure cijfermatige heb je nodig, je hebt het economische nodig, maar je hebt ook heel hard het sociale nodig. Hè. Ik heb Pol & Sok gedaan. Dus sociologie, psychologie, filosofie, dat interesseert mij ongelooflijk hard, ook geschiedenis. Trouwens, en ik vind dat je uit die dingen ook heel veel kunt leren als ondernemer. Op welke hoe gaat het met je team om? Hoe motiveer je mensen? Hoe kunnen zeggen van kom, laat ons de wereld veroveren, zorg dat iedereen mee is? Dat soort van dingen. Dat wordt misschien te weinig belicht. Dus je hebt eigenlijk een aantal van die aspecten nodig. En ik vind, in het onderwijs dikwijls, heb je dikwijls vaak het ene of het andere. Mm-hmm. Maar heel moeilijk de combinatie van de twee of toch minder. Dus, mm-hmm. Ja, u schetst hier wel een soort bijna een romantisch ideaalbeeld van ondernemen, maar het is ook wel een heel harde wereld natuurlijk. Ja, absoluut. Allee, ja. Het is wel romantisch in de zin van de passie, maar het is ook wel, het vraagt een heel grote tol. Ik heb heel veel geluk gehad met mijn vrouw. Ik denk dat de meeste vrouwen al lang weg geweest waren. Hij zit niet veel thuis. Omdat u ze wakker maakt s'nachts om... Ja. Maar nee, maar ik ben vaak drie weken weg geweest van thuis. Hè. Stel je voor, je hebt een vrouw met 2 kleine kinderen. Je laat je vrouw eigenlijk... met die kleine kinderen zitten, dat is niet zo evident. Plus je hebt ook veel stress. Mensen, ik heb er ook last van gehad. Ik heb ook alles gehad, Hans het Hamma, hartkloppingen, echt stress gehad, u slecht voelen en zo. Ik heb geleerd om ermee om te gaan. Maar ja, men ziet altijd de romantische kant en men ziet ook altijd naar de succesverhalen. Ik heb een keer een succesvolle ondernemer. Dat er ook heel veel mensen zijn die het geprobeerd hebben en niet succesvol zijn. En die daarvoor niet slechter zijn of die daarvoor ook een experience gedaan hebben. Maar het is niet evident. En het lijkt alsof het makkelijk is, maar het is absoluut niet makkelijk. Allee, ik heb het zelf ook meegemaakt. Het zet je gezondheid onder druk. Het zet je sociale contacten, je vrienden zien er niet enzovoort. Dus je moet er wel veel voor opofferen. Maar ik zou het voor geen geld ter wereld willen missen. Maar over die aspecten die u aanhaalt, gaan we het straks zeker nog hebben. Maar ik wil nog eens even terugkomen op dat evenwicht tussen die passie en die redelijkheid. Heeft u momenten gehad waarop u gewoon uw passie en uw buikgevoel heeft gevolgd en dacht van ja, oké, de cijfers zeggen iets anders, maar ik ga toch dit doen? Ja, en absoluut. En hoe draait dat dan uit? Meestal, ik ben altijd heel enthousiast. En dat is een voordeel en een nadeel. Dus ik ben altijd enthousiast van kom, we gaan dat doen.
Gelukkig is dan meestal, nadat we de stap genomen hebben, we gaan dat doen, is dan de ratio die overneemt, zegt je, ja, maar wat wil dat dan zeggen? Hoeveel investeringen is dat? Wat is de return daarvan? En is dat wel haalbaar? Is de markt wel groot genoeg? Gaan we dat product kunnen verkopen? Dus gelukkig, want moest het alleen maar passie zijn en je had gewoon full force ahead, ja, dan kun je wel een keer met je hoofd tegen de muur lopen. Maar ik denk wel dat je de passie nodig hebt om de eerste stap te zetten. Omdat er heel veel mensen zijn die vaak ook de ratio laten overleven en zeggen, oh, dat, financieel gezien had dat eigenlijk niet. Maar ja, soms veranderen de omstandigheden, de markten veranderen of heb dan toch weer nieuwe inzichten dat het toch kan lukken. En ik denk, moest ik geluisterd hebben rondom mij, alle mensen die mij zeiden van ik ga ondernemer worden, de meeste hebben mij gewoon dat afgeraden. Hè. Die zeiden dat ik zot was. Hè. Ik bedoel, ik heb ook altijd in mijn carrière bepaalde stappen genomen. Ik ben weggegaan bij de bank waar ik een goed betaalde job had om te gaan ondernemen. Gestart met een blad papier. Er zijn mensen die zeiden dat ik gewoon zot was, hè, dat ik gewoon zot geworden was. Zodat ik niet zot geworden was. Ik had gewoon een droom, ik wilde gewoon iets ontwikkelen en ik ben daar gewoon voor gegaan. Met kans op falen dan ook, dan uiteraard. Even erbij, daar is ja, en, ja, maar dat falen is natuurlijk niet goed, hè, in de zin van, dat heeft consequenties, maar ik denk ook, uit het falen kun je ook leren. Hè. Want uiteindelijk is het voor mij ook een leerproces. Ik leer nog iedere dag. Hè. Ik heb nog heel veel dingen dat ik niet weet en, dat en ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik vind dat ook heel interessant om nieuwsgierig te zijn. Maar ik denk, mensen zeggen soms, ze zijn 45 jaar, ik ga niet ondernemen, want ik heb al een huis en ik heb dit en ik heb dat en ik heb afbetalingen te doen. Maar ik denk, als je dan start en het lukt niet, ja, dan kun je altijd met die ervaring dat je dan opgedaan hebt, kun je altijd teruggaan naar het bedrijfsleven. En vandaag is iemand die ondernemerservaring heeft, is veel valuable, ja. Veel meer valuable voor een bedrijf dan 10, 15 jaar geleden. 10, 15 jaar geleden in een bedrijf, ondernemers waren rare kerels. Hè. Bedrijven, nou, dat is moeilijk, HR vond dat niet zo tof, dat je zo wat buiten de baan loopt. Maar vandaag zoekt een bedrijf net dat soort van profielen. Mensen die zo creatief zijn. En die, dus het verandert en ik denk ook als je echt wil gaan ondernemen, dat je die sprong moet durven wagen. En lukt het niet, dan kunnen we nog altijd teruggaan en hebben een extra bagage bij. Ja. In uw boek schrijft u ook dat er zo een soort leeftijdscategorie is, dat u zegt dat is eigenlijk het goede moment om ja, dat is een studie. Alleen, ik zeg dat niet, dat is een studie. Dat was een beetje tot mijn grote verbazing. Hè. Wat is de ideale, wat is de kans, welke leeftijd, als je op die leeftijd start, heb je de grootste kans dat je bedrijf succesvol is. En ja, ik dacht dat intuïtief als je dat vraagt aan mensen, 22, 25, 28, kennis van software enzovoort. Maar het blijkt eigenlijk 45 jaar te zijn. En als je daarover nadenkt, is dat ook logisch. Omdat je als je 45 bent, heb je al een aantal dingen doorzwommen. Hè. Je hebt ook al wat ervaring. Je hebt ook al dingen gedaan waarvan je weet hoe dat je moet. Je hebt ook een netwerk, want netwerk is heel belangrijk. Hè. Wie dat je kent in het leven is voor mij zeer belangrijk. En dan kun je al terugvallen op een aantal mensen die je kunnen helpen. En dus eigenlijk, ja, ik spreek altijd over tijdreductie, dat je dan de dingen sneller kunt doen. En op 45 heb je gewoon meer levenservaring, meer ervaring, tout court. Waardoor dat je de stap, als je dan onderneemt, gaat een aantal dingen sneller kunnen doen en minder fouten maken. Dus dat is in C wel logisch. Maar dat betekent ook als je 40 jaar bent en denkt, oei, mijn carrière is voorbij, mijn leven is voorbij, in de zin van, ik moet nu blijven zitten waar ik zit. Niks is minder waard. Je kunt perfect aan 45... terug ondernemen. Ja, ja. Wat is het grootste verschil volgens u tussen een beginnend ondernemer en iemand die ervaren is? Want we kunnen denk ik toch niet zeggen dat ervaren ondernemers geen fouten meer maken. Ja, maar vroeger hadden we ook tijd. Vroeger concurreerden met de bedrijven rond de kerktoren. Hè, Nederland, Duitsland een beetje. Dus had, ja, vandaag is het concurreren met de rest van de wereld. Dus goed zijn is niet meer goed genoeg. Dus je moet eigenlijk, en dat is ook een beetje wat ik ook doe in mijn leven, ik heb ook altijd ingezet op mijn talenten. Ik heb veel dingen dat ik goed in ben, ik heb ook veel dingen waar ik slecht in ben. Maar in de slechte dingen wil ik geen extra tijd meer steken. Ik wil die slechte dingen niet verbeteren, want als ik daar naar tijd in steek, ja dan de goede dingen, dat vermindert ook, omdat mijn tijd is beperkt. En dus in plaats van te nivelleren en te zeggen, oké, ik ga overal proberen een beetje goed in te zijn, wat dat perfect goed was vroeger, werkt eigenlijk vandaag niet meer. Dus je moet eigenlijk proberen, volgens mij, de beste te zijn in hetgeen dat je doet, ja. In hetgeen dat hij doet, en samenwerken met mensen, met andere mensen die ook het beste zijn, ja. In hetgeen dat zij doen, en samen het beste team organiseren om dan het beste bedrijf te bouwen. En dat is een heel andere filosofie, want in bedrijven, als je in een traditioneel bedrijf gaat en je wordt door HR geëvalueerd, ja, bij mij was dat altijd, ging dat altijd, en dat was dan een uur, dat ging dan 50 minuten over wat ik slecht in was, en dan nog 5 minuten over wat ik goed in was. En dat is eigenlijk verkeerd, want ik zei dan tegen HR, ja, maar ik weet dat ik daar slecht in ben. En ik heb ook
geen enkele intentie om daar beter in te worden. Wat dat mij vooral interesseert, is in hetgeen dat ik goed ben, dat wil ik nog beter in worden. Mm-hmm. En daar wil ik op. Mm-hmm. En dus eigenlijk moet je focussen op je talenten en geen tijd verprutsen met dingen dat je zegt, ja, ik heb er eigenlijk geen aanleg voor, geen talent voor, of ook geen interesse. Want talent en interesse hangt ook vaak samen. Ja, ja, ja. Ja, ken u zelf, het zeiden de oude Grieken, zeiden dat al. Nu, kan wel zijn dat iemand zichzelf heel goed kent, maar dan nog, hoe blijf je kritisch tegenover jezelf? Hoe creëer je feedback in je omgeving? Hoe doe je dat? Ik denk dat je de flexibiliteit moet hebben om iets aan te passen. Ik ben ook iemand die heel veel leest, maar ook heel veel luistert soms naar mensen. Die probeert echt als een spons dingen absorbeert. En als je een idee hebt en je start met je bedrijf en het werkt, ja, je krijgt feedback. Maar als het niet werkt, moet je durven zeggen, oké, mijn idee is niet 100% perfect, want daar en daar en daar schort er wat aan. En je moet eigenlijk de flexibiliteit hebben om je aan te passen. Maar dat kritische klankbord creëren als ondernemer, hoe doe je dat? Ja, ik heb ook een aantal mensen gehad wat ik te raden kan. En dat hoeven niet altijd ondernemers te zijn. Soms, ik zeg ook altijd, met een stuk boerenverstand geraakt al heel ver in het leven. Als je gewoon aan mensen vraagt, wat denkt je daar nu van? En je durft ook, je vindt jezelf ook, je kunt ook relativerend zijn ten aanzien van jezelf. Ik bedoel, ik heb ook ongelooflijk domme fouten gemaakt. Ik heb ook geen enkel probleem, het staan er ook trouwens een aantal beschreven in het boek, om dat toe te geven. En ik denk dat je ook mensen rondom je moet hebben die je gewoon wijzen op de feit. Die zeggen, ja, je denkt wel dat dat goed is, maar eigenlijk daarom en daarom en daarom is het niet goed. En natuurlijk, ondernemen is wel dankbaar, omdat het op een of andere manier zal het altijd economisch wel vertaald worden. Hè. Je hebt uiteindelijk cash nodig, je hebt mensen nodig, je hebt middelen nodig. Ja, die middelen moeten betaald worden, dus je moet ook cash genereren om die middelen te kunnen betalen. Je moet geld gaan ophalen. Dus je hebt toch wel een aantal externe factoren die je aantonen van, zijn we nu slecht bezig of goed bezig. Maar het is wel goed, denk ik, dat je ook kritische mensen rondom je hebt. Je moet niet je omringen met ja-knikkers, wat dat vaak gebeurt in bedrijven. En de ondernemer denkt, ja, mijn ego is belangrijk, dus ik moet mensen hebben die vinden dat ik toch wel fantastisch ben. Ik heb ook altijd een poging gedaan om kritische mensen rondom mij te hebben, die gewoon zeggen, ja, wat je daar zegt is gewoon niet correct. En dat heb ik eigenlijk liever. Ja, want sommige mensen durven het niet zeggen aan de founder of de ja, maar dat is dan de cultuur van je bedrijf. Ja. Hè. Dus ik denk ook dat je een open cultuur moet hebben. Ik heb er ook nooit geen probleem mee gehad. Wij waren ook niet echt hiërarchisch gestructureerd, de deur stond altijd open. Dat is altijd een voordeel, soms ook een nadeel natuurlijk, want dan komen mensen nu lastigvallen met de kleinste dingen en dat is ook niet altijd nodig. Maar het is wel interessant dat je een goede cultuur hebt, een open cultuur, waar dat de dingen bespreekbaar zijn. Er zijn ook veel ondernemers, ik heb ook een aantal mensen die zeggen, ja, maar medewerkers moeten niet te veel weten van het bedrijf, moeten de cijfers niet weten, dat is niet belangrijk dat je dat meegeeft. Ik heb er altijd tegen verzet. Ik vind, als je werkt in een bedrijf, wil je ook weten hoe gaat het met mijn bedrijf waar ik werk. Dus dat is ook iets dat ik deed. Ik ging overal rond, iedere 6 maanden in de wereld. En ik presenteerde gewoon de cijfers as bluntly as they are. Goed, great, slecht, great. En dan uitleg geven waarom dat ze slecht zijn en wat we er gaan aan doen. Maar heel transparant. Dus transparantie, denk ik, is ook wel een heel belangrijk aspect. Mm-hmm. Ik ga nog even herhalen voor de mensen die aan het volgen zijn, dat ze zeker nog vragen kunnen insturen, hè, die straks aan u stel. Maar nu we het toch hebben over dingen die soms minder goed gaan als ondernemer. Ja, falen is een beetje inherent aan ondernemen. Hè. Ondernemen is niet altijd succes hebben. Sorry. Hoe gaat u daar zelf mee om met dat falen? Kunt u daar ook eens een voorbeeld van geven? Ja, ik heb verschillende voorbeelden. Het meest frappante was een chocolade, mijn chocoladeavontuur. Ik had met een vriend een chocolade, ik heb nog altijd een chocoladewinkel in Roeselaar. Mm-hmm. En die winkel draaide heel goed. En ik was in Zweden, veel gewerkt ook in Zweden. Ik had eigenlijk gezien dat er daar geen pralinewinkels waren. En in Zweden was de prijs ongeveer dubbel van de pralines, als je dat zou op de markt brengen. En de kostprijs was ongeveer 35% hoger. Dus qua business case was dat een interessante business case. Hè. Meer omzet, iets meer kosten, meer marge, dus great. En dan hebben we eigenlijk buiten boek echt een volledig marktonderzoek gedaan. Dus we hebben echt alles bekeken. We hebben in Zweden gekeken van oké, vinden de chocolade goed? We hebben de verpakking bekeken, de kleuren bekeken. We hebben uiteindelijk alles gedaan wat je maar kunt bedenken. En 3 prachtige winkels, en in één keer 3 winkels. 3 winkels, ja. Prachtige winkels in Stockholm geïnvesteerd. En ja, die winkels gaat open en een uur voor de opening zat er echt een rij van hier tot in Tokio. En ik dacht van ja, dat is hier fantastisch, dat wordt hier... En die eerste Zweed komt binnen en die koopt 1 praline. 1. Oké. Okay. En ja, en de volgende koopt er 2 en dan weer 1 praline. En ik wist, na een half uur wist ik, oei, dat is hier verkeerd. En we hadden eigenlijk
De fout die we gemaakt hadden is, we waren vanuit gegaan, vanuit onze cultuur in West-Vlaanderen. Je kunt niet in een pralinewinkel binnen gaan en één praline kopen. Dan kijken de mensen zo naar u, wat is uw probleem? Dus je koopt een halve kilo, een kwart kilo of een kilo. En dat zit in onze cultuur. Dus wij waren ervan uitgegaan dat dat ook in Zweden zo zou zijn. Dus we hebben in Hans Amart-onderzoek dat we gedaan met echt alles bekeken, hebben we nooit de vraag gesteld, zouden we een halve kilo of een kwart kilo kopen? Omdat dat voor ons zo vanzelfsprekend is. Voilà, dus vanuit onze cultuur is dat vanzelfsprekend. Dus je moet u eigenlijk, de fout die daar gemaakt is, dat we ons niet verplaatst hebben in de cultuur van die Zweed en gevraagd hebben van ja, gezondheid is dat hier belangrijker enzovoort. Dus eigenlijk is dat achteraf gezien een ongelooflijk stom ding. Ja, want hoe is het afgelopen met de winkels? Ja, we hebben de winkels toegedaan. Ik heb daar veel geld aan verloren. Ja. Ik heb er ook heel veel uit geleerd. Mm-hmm. Maar het toont ook aan dat je, als je zelfs dat je alles bekijkt in detail, dat je altijd iets over het hoofd kunt zien. Dus dat het toch wel niet evident is. En je kunt, nog een keer, we hebben echt alles bekeken. Maar hoe heb je dat nu niet gezien? Ja, want u was toen niet aan uw proefstuk toe, hè? Nee, het was na Clear to Pay, al heel veel ervaring ook. En ook de investering, ook drie winkels achteraf gezien, is dat eigenlijk ook dom geweest van drie winkels in één keer, maar we waren zo overtuigd van alles bekeken. De cijfers. Dat gaat hier. En dat werkt toch ook, want er stond een rij van hier. Er stond echt een lange rij en die winkels draaiden. Maar natuurlijk, als iemand één praline koopt, de omzet was wel dubbel of de prijs was wel dubbel, maar het volume was 10 keer tot 20 keer lager. Dus je businessmodel werkte niet. Ja. Dus ik heb daar veel uit geleerd. U haalde het aan, die culturele verschillen. Tegenwoordig is ondernemen ook internationaal ondernemen, hoe langer hoe meer. En daar heeft u ook veel ervaring mee opgedaan. Het is meer ook al lerend. Hè. Ik heb het geluk gehad om in China te werken. Ik heb in de States gewerkt, in Canada en Chili. En ik vind dat aspect van de impact van cultuur op ondernemen en de impact van cultuur op mensen en hoe dat andere mensen zich gedragen, ik vind dat ongelooflijk boeiend. Ik heb daar een paar hoofdstukken over geschreven, ook in het boek. En dat is eigenlijk wel iets dat je zou moeten weten. Dat zou bijna een verplichte lectuur moeten zijn, als je als ondernemer internationaal werkt, dat je eigenlijk een boek zou moeten lezen van hoe dat je moet met die culturen omgaan. Misschien een idee voor je volgende boek. Ja, dat kan zijn. Ja. 50 landen voor ondernemers, ja, misschien nog een idee. Ja. Maar dat wordt eigenlijk heel weinig gedaan. Mensen denken, ja, ik zie wel Amerikaanse films, dus ik weet wel dat een Amerikaan denkt, dus die gaan naar Amerika. Ik heb ook die fout gemaakt, hè. De eerste keer dat ik naar Amerika ging, moesten we ons product tonen aan die banken. En dat was ongelooflijk. Iedereen dacht, great, fantastic, amazing product, unbelievable. Dus ik dacht van, ja, dat is hier kassa, dus ik terug naar huis. Ik dacht van, ja, we gaan hier voor tientallen miljoenen licenties verkopen. En toen ik thuis was en ik stuurde een mail, hoorde ik er niks meer van. Maar dat is dus een part of the culture in the States. Terwijl bijvoorbeeld Zweden, ja, die zijn heel cool in meetings. Die Scandinaven, die zijn heel cool. En dan denk je van, oei, wat een slechte meeting, die reageren bijna niet. Maar als je dan dikwijls op weg zijn naar het vliegtuig, naar de luchthaven, bellen ze al en zeggen ze, oké, het is goed, je mag. Dus heel andere cultuur, ook in China, ook in Zuid-Afrika. En dat moet je wel weten, want als je dat niet weet, en je gaat vanuit je één referentiekader en zegt, ja, dat is zoals in België, hè. Ja, dan kun je ongelooflijk mispakken. Mm-hmm. Wordt dat onderschat? Absoluut. Het wordt eigenlijk niet. Ik denk, veel bedrijven gaan internationaal, maar er wordt eigenlijk geen aandacht aan gegeven. En ik heb het opnieuw het geluk gehad. Ik heb in sociologie, ik heb heel veel sociologie ook gehad. En een van de cursussen was daar over culturen. En er was daar een thesis ooit geschreven, een tiental jaar terug, van een student die een thesis geschreven had over omgaan met verschillende culturen. En ik heb dan die thesis te pakken gehad. Ik heb ik lees die nu en dan nog een keer, die is nog altijd relevant. En eigenlijk, ja, er bestaat wel een aantal boeken, hè. Er is een Nederlander die daar veel rond doet. Maar eigenlijk zou dat moeten verplichte lectuur zijn. Zoals dat bijvoorbeeld ook, er zijn nog een aantal dingen, hè. Een verplichte lectuur zou ook moeten zijn dat je op zijn minst als ondernemer weet hoe dat een balans in elkaar steekt. Een profit en los en een balans. En dat is ook iets dat mij altijd frappeert als ik dan aan de andere kant zit vandaag, als investeerder. Ja, dat mensen komen aan mij geld vragen, maar ze kennen de cijfers niet. En eigenlijk zouden die cijfers bijna, die zouden eigenlijk boven je bed moeten hangen. Hè. Hoeveel omzet ga ik volgend jaar doen, het jaar erop? Hoeveel marge heb ik? Hoeveel is mijn contributie? Hoeveel G&A? Hoeveel kosten geef ik uit aan R&D? Dat zou zodat als ik een vraag stel, dat je daar onmiddellijk kunt op antwoorden, want dat is ook een stuk credibiliteit. En heel vaak kijken ze dan, de CEO zegt dan, dat weet ik niet, dan moet ik aan mijn CFO vragen. En dat ik denk, ja, maar het is wel uw bedrijf, hij is wel de CEO. En het is wel, dus dat soort van aspecten zijn toch een aantal dingen. Het is bijna zoals een taal, hè. Het is Esperanto, of je moet ergens een taal hebben, of een gemeenschappelijk ding.
dat je weet van hoe moet ik nu met die investeerder of moet ik met die ondernemer omgaan. Dus het is wel iets dat je moet leren hoe dat je ermee moet omgaan. En als je die taal niet spreekt of je kent die dingen niet, hè, cultureel, financieel, technisch, operationeel, sales-driven, ja, dan kun je wel heel veel moeite hebben en heel veel moeilijkheden tegenkomen. Ja. Om even terug te komen op die Amerikanen, die hadden over unbelievable, amazing, al de superlatieve vlogen in het rond. Maar uiteindelijk waren ze niet geïnteresseerd. Wat zegt een Amerikaan dan als hij wel geïnteresseerd is? Ja, dat is een goede vraag, maar je moet eigenlijk heel hard... De aanhouder wint bij Amerikanen. Mm. Ik heb dat altijd gezien. Hè. Ze moeten soms wel een korrel zout nemen. Maar at the end of the day, als je product goed is, gaan ze er wel op terugkomen. Maar je moet wel 2, 3, 4 keer dikwijls teruggaan. Ja. Dus je moet een soort van vertrouwensband proberen te creëren. Maar dat is ook weer relatief. Hè, want ook die Amerikanen zijn dan heel vaak tegen mij, ja, ah, great, it's nice to meet you and you have to come and have dinner and meet my wife and my children. En eigenlijk zeggen ze dat, maar ze meen dat niet. Hè. Dus als je dan zegt, ja, wanneer kan ik langskomen? Dan zijn ze zo, oei, hij meent. Dus ook daar zijn een aantal dingen dat je moet weten. Hè, dat, maar ik denk, de geplogenheden. Ja, maar mijn ervaring is ook, als je een goed product hebt, en dat je dan dikwijls wel business kunt doen. Mm-hmm. Hè, dan moet je gewoon zorgen dat je een goed ding hebt. Ik vroeg het mij gewoon af. Goed, iets anders waar ondernemers ook wel eens mee te maken krijgen, denk ik, is een soort eenzaamheid. Of is dat iets dat je niet ervaart? Uiteindelijk sta je vaak alleen met een beslissing. Ja. Niet wel? Vaak zit als ondernemer een beetje de last man standing. Mm-hmm. Die zijn niet als je opstart. Hè, maar als je een bedrijf hebt, dan heb je 50 of 100 man. En ik noem dat een beetje de bucket of shit. Sorry voor de uitdrukking. Maar ja, als het dingen zijn die kunnen opgelost worden, gaan je team en je mensen gaan het wel oplossen. Maar al de dingen die moeilijk zijn, dat er echt een probleem is, komen altijd bij u op een bureau terecht. Dus ik heb ook wel gezien, toen ik mijn bedrijf opstartte, heb ik heel vaak, ik niet alleen, maar een aantal van onze mensen van het team, hebben heel vaak geconfronteerd geweest met echt een moeilijke probleem. En dat is eigenlijk wel lastig, omdat je vaak, ja, als je bedrijf groter wordt, is het een aaneenschakeling van lastige problemen. En zit er van het ene lastige probleem, moeilijke probleem in het andere hand. En als je dan niet de positieve ingesteldheid, kan je dat wel, en dat kan zwaar wegen op je. En dat kan leiden tot ongelukkig zijn enzovoort. Ja. Maar dat is ook wel iets, ik heb ook wel geleerd, het leven is eigenlijk te kort om dingen te doen dat je niet graag doet. Dus ongelukkig zijn is niet goed. En eenzaamheid, ja, maar ik denk je sociaal leven, vrienden hebben en niet gefocust, niet puur gefocust zijn op het resultaat van ik moet hier nu. Ik denk, als je ervoor werkt en je doet je best en je steekt je talent erin enzovoort en je energie en je passie enzovoort, en je bent niet gefocust op het eindresultaat, dat at the end of the day het eindresultaat wel komt, vroeg of laat. Want kwaliteit en gedrevenheid komt altijd bovendrijven. Dus je moet gewoon wat geduld hebben. En geduld is misschien ook interessant. Ik heb ook veel ondernemers die weinig geduld hebben. Zeker jonge mensen. Ja. Jammer, ik wil starten. Meteen resultaat. Als ik al 2 jaar in mijn bedrijf niet 50 man heb en ik sta niet in de krant of ik heb geen prijs, dan ben ik al niet goed. Bij mij, ik heb echt 8 jaar samen met het team zwarte sneeuw gezien. Dat heeft 8 jaar geduurd in dat we met Clear to Pay, mijn vorige bedrijf, enige tractie hebben. We hebben heel veel geld verbrand om daar te geraken. Dus je moet ook geduld en moet ook gewoon jezelf tijd gunnen om succesvol te kunnen zijn. En dat vind ik wel, dat jonge mensen daar vaak, ja, alles moet snel en nu gebeuren, maar je moet ook gewoon tijd hebben. Ja, soms wel. Het bedrijf is ook een beetje zoals wijn, hè. Je moet dat laten rijpen. Oké. Okay. De work-life balance, hè, zoals dat dan heet. Hoe ontspant een ondernemer? Hoe ontspant Jurgen Ingels? Ja, ik heb dat ook moeten leren. Ik heb gelukkig een vrouw die mij daar op patent gemaakt heeft. Ik ontspan eigenlijk. Ik heb een home trainer staan thuis, voor de televisie. Niet dat ik zoveel televisie kijk, maar soms doe ik een keer aan een reportage. En dan fiets ik een uurke. Of met de cyclocross vind ik dat ook wel leuk, een uurke. Die doen dat wel, die fietsen dan wel 3 keer zo snel als ik op van die modderwegen. Maar dat doe ik wel. En ja, dus dat uurke dat ik fiets, ik probeer dat dan 's morgens of 's avonds te doen. Dat is een kleine inspanning een uur, maar dat heeft voor mij een enorm groot effect. Ja, want je zegt, ik heb het moeten leren. Is dat iets dat je dan vroeger niet deed, hè, wat dan toch een weerslag heeft gehad? Ja, nee, bij ons, mijn ouders waren arbeiders. En je komt toch uit een cultuur waar dat sporten niet, dat was niet, dat lag niet zomaar voor te rapen. Dat was niet ingebakken. Ook eten, dat je wat een eten, maar dat was niet altijd gezond eten. Maar dat is ook niet dat niet kon, maar dat ze het ook niet vaak niet wisten. Mm-hmm. Mensen weten dat vaak ook. Tijden waren ook anders. Voilà, tijden waren anders. En ik was ook nog een beetje opgeruid vanuit die West-Vlaamse goed eten en
en niet al te veel zagen. En eet uw bord maar leeg. En ik heb dat toch ook geleerd. En ja, het belang van voeding, het belang van slapen. Want ik denk altijd, ja, mensen zeggen, ja, ik slaap niet veel, 5 uur, ik slaap 8 uur. Ik probeer dat echt te doen, tenzij dat niet anders kan. Maar ik probeer echt ook mijn slaap te respecteren, voeding in de mate van het mogelijke. Maar ik heb ook het gevoel, als ik dat niet doe, dan kom ik heel snel terug in de problemen, in de zin van dat ik dan vermoeid ben, dat ik mij niet goed voel, hartkloppingen, stress, en dat vreet wel aan u. Ik denk dat dat echt wel niet gezond is, dus we moeten daar echt wel aan werken. En ik voel ook, als ik dat dan niet doe, als ik dan 2 of 3 dagen niet gefietst heb, dat dan toch wel iets is dat... dat ik voel dat ik moet fietsen. Ik voel dat. Ja, oké. Okay. En ook sociaal natuurlijk, het gezin, dat soort zaken, moet toch ook belangrijk zijn om daar het evenwicht te bewaren. Ja, en ook daar, ik probeer altijd, de zaterdagmorgen werk ik dikwijls, sta ik dikwijls om 7 uur op. Mm-hmm. En dan werk ik zo tot 12 uur, 5 uurtjes in de week. Maar als je dat iedere week consequent doet, ja, 50 weken, 5 uur is 250 uur dat je extra hebt. En als je dan gefocust werkt, ja, dan kun je sneller vooruit gaan. Dus de kracht, dat schrijf ik ook in mijn boek, de kracht van de kleine extra inspanning per dag maakt ook veel. Ja, time management, hè, daar heeft u ook een heel specifiek beeld over. Elke seconde telt. Ja, wel, niet zozeer elke seconde telt, maar ik denk wel, als je bezig bent, ik zie ook veel mensen die bezig zijn, maar die eigenlijk niet altijd gefocust bezig zijn, die afgeleid zijn. En die... Ik ben soms ook afgeleid, ik moet dat ook, ik geef dat ook wel toe, maar... Maar ik heb wel zoiets, als ik werk, bijvoorbeeld de zaterdagmorgen, als ik dan werk, ja, dan ben ik gefocust in hetgeen dat ik doe. En ik heb ook gezien dat als je... Aan de universiteit was dat ook zo. Ik ging ook veel op café. Ik heb altijd veel op café geweest toen ik studeerde. Ik ging ook meestal op café van 7 tot 11, 12, 1, 2. En heel veel vrienden rondom mij die zeiden, ja, die had er nooit door geraakt. Ik zei, no way, want die zit alweer op café. Maar wat ze niet wisten was, na de les, om 4 uur of om 5 uur, dat ik iedere dag consequent 2 uur studeerde. Iedere dag, consequent. En ja, als je dat consequent doet, door het feit dat je dat van het begin doet tot op het einde, al die uren maken eigenlijk vele uren en dat maakt eigenlijk dat je dat wel kunt. Dus vandaar ook, en dat is eigenlijk het eerste hoofdstuk in het boek, de kracht van de extra mile. Als je iedere dag een uur meer doet dan andere mensen, dan kunnen we wel zeggen, ja, een uur is weinig, maar op 365 dagen is dat veel uur, op 10 jaar is dat heel veel uur. En als je dan dat uur besteedt aan je passie of aan dingen dat je graag doet, je had het nog veel meer rendement hebben en had het gewoon beter resultaat. Dus ik geloof wel, je moet wel talent hebben, maar je moet er ook voor werken. En ik ken geen ene ondernemer die zomaar het succes in zijn schoot geworpen gekregen heeft. Ik ken er echt geen één. Mensen zeggen zelf, ondernemers zijn iedere keer hoeveel geluk en hoeveel dit en hoeveel dat. Echt waar, iedereen dat ik ken van als ondernemer, die heeft echt door dat tal gegaan. Hè. Die is gestart. Die heeft zien de mensen dat te weinig, denkt u? Ik denk dat harde wel. Werk dat erachter schuilt? Ik denk dat wel. En ook, het wordt ook wel geromantiseerd, want natuurlijk, iemand die dan succesvol is, zegt, kijk naar mij, hoe succesvol dat ik ben. En dan proberen ze eigenlijk, ja, dan vergeten ze dat ook. Ze vergeten dat ze s'nachts om 3 uur opgestaan hebben, dat ze ik weet niet hoeveel problemen hadden, dat ze vliegtuigen in, vliegtuig uit, in de luchthavens 3 uur zitten, overlijden, vertragingen, gezin niet... Allee, dat vergeet men. Maar het is wel een feit. En ik denk, als ik zo met ondernemers spreek, de meesten zijn wel daardoor moeten gaan. En dat is ook wel belangrijk om te weten, want als je ondernemer bent, er is geen één onderneming die strijd naar de top gaat. Je hebt altijd heel moeilijke problemen, je hebt altijd moeilijke fases. En dan is het net het punt dat je moet durven doorzetten op dat moment. Hè. Dat je niet mag opgeven. En dat is ook wel een les, denk ik, dat je dat doorzettingsvermogen terug neervallen en terug opstaan en verder doen, dat ook realistisch is natuurlijk, maar dat ook een heel belangrijke kwaliteit is van een goede ondernemer. Dat je gewoon je niet laat kisten, hè. En ook niet te veel luistert naar uw omgeving en gewoon zegt van kijk, ik ben ervan overtuigd dat je met realiteitszin dat doet, maar dat je wel doorzet. Ja. U beschrijft in uw boek types werknemers. Maar dan stel ik me de vraag, zijn er ook types ondernemers? Oh ja, absoluut. Ja, dat heb ik nu niet beschreven, maar ja, types ondernemers. Ja, je hebt optimisten, je hebt pessimisten, je hebt ondernemers die altijd pessimisten, ik kan mijn cijfers niet aan, En dat zijn dan meestal degenen die ze wel zonder probleem halen. Dat is een beetje aan de universiteit, is dat ook zo. Ik ga er niet door zijn. En dan als een heel goede grades. Maar je hebt ook dromers, hè. Dus je hebt ook veel ondernemers, niet veel, maar je hebt er ook een aantal die niet realistisch zijn. Die gewoon dromen, die totaal... Dus ja, die types, dan misschien voor het volgende boek zal dat wel interessant zijn. Om de types ondernemers te zijn. Maar je hebt ze ook, ja, optimisten, pessimisten, realisten, dromers...
Absoluut. Ziet u evolutie in het ondernemerschap met de nieuwe generaties die er aankomen? Is dat ook een nieuw type ondernemer? Ja, of wat ik wel vind, is dat het ondernemerschap is wel gedemocratiseerd, wat ik heel goed vind. Ja, vroeger, iedereen ondernemer. Ja, niet alleen iedereen ondernemer, maar vroeger hadden voornamelijk geld nodig en had een netwerk nodig, ja, om te kunnen ondernemen. En dan waren het dezelfde families die al vroeger ondernamen, die dan het geld hadden, die je kon lanceren omdat ze een netwerk hadden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk goed, maar dat is eigenlijk niet goed. In die zin, vandaag is dat veel democratischer. Het gaat veel meer voor mij om creativiteit. Als je vandaag een creatief idee hebt, waar dat niemand aan gedacht heeft, dan kun je vanuit je zolderkamer de wereld veroveren. En dat is iets, dat klinkt heel raar, maar dat is ook wel iets dat fantastisch is en waardoor dat er ook de cyclus van bedrijven veel korter wordt dan vroeger. Hè. Vroeger hadden bedrijven die 30, 40, 50 jaar aan de top stonden, nu is dat veel korter. En ik ben ook overtuigd dat er mensen gaan zijn, jongeren, die een fantastisch creatief idee gaan mee afkomen, mm-hmm, en die daarmee de wereld gaan veroveren. Dus vandaar ook dat ik vind dat we veel meer moeten inzetten, ook in ons onderwijs, op creativiteit, veel meer dan het pure kennen. Want het kennen, als ik iets wil weten, tegenwoordig, ik pak mijn gsm, ik zoek het op. Mm-hmm. Ja, dat is dan niet beschreven in het boek, maar ik heb op een bepaald ogenblik een keer met een hele grote inktvis thuisgekomen, zo'n beest dat ik gekocht had. En ik kwam daarmee thuis en mijn vrouw zei, wat ga jij daarmee doen? Je kent daar toch niks van? En ik zei, ja, dat is waar, ik ken daar niks van, maar ik heb hier iets in mijn zak, in mijn gsm. Maar dat is praktische kennis, hè? Want er is ook nog zoiets als parate theoretische kennis. Ja, maar... Die nodig is om snel verbanden te leggen tussen zaken, om snel dingen te zien. Ja, maar je moet natuurlijk, als je dokter bent, kun je niet zeggen, ik ga dokter zijn, ik ga dat via YouTube-filmpje doen, daar ben ik mee akkoord. Maar je kunt toch heel veel leren. Mm. Noemt een bepaald begrip en zegt, ik ken daar nu niks van. Je kunt heel veel informatie gaan opzoeken, je kunt die informatie je eigen maken en ik ben... Zeker dat als je daar 3-4 maanden op studeert en alle informatie erover leest dat je te vinden hebt, dat je vaak meer weet dan de zogenaamde specialisten rond die materie. Dus op dat vlak is het veel democratischer geworden. Hè. Vroeger moesten we met die fietsje naar de bibliotheek chance hebben dat er nog een boek stond. Dat is vandaag, je kunt alles terugvinden, ja, zelfs ingewikkelde dingen. Ja. De wereld verandert enorm snel. Er komt er een heel nieuwe generatie aan, of die zijn er al. Hè. Hoe probeert u zelf bij te blijven? Vindt u dat soms bedreigend of net niet, net interessant? Nee, ik vind dat heel interessant. Ik vind dat heel interessant. Ik omring mij heel vaak ook met jonge mensen en ik vind dat interessant. Ik heb dat ook beschreven in een boek, ik heb zelf mijn aha-moment gehad. Ik was heel goed aan de universiteit en met Excel. Ze noemden mij aan de universiteit de Schumacher van de Excel. en ik was daar ook goed in. Maar op een bepaald ogenblik, een aantal jaar terug, was er een jonge kerel die bij ons zat. En hij zei, wat ben jij aan het doen? Ik zei, maar ik ben wel de Schumacher van de Excel, ik ben hier iets aan het doen. En die keek zo een half uur, drie kwartier en dan zei hij tegen mij, ja, maar wat hij nu gemaakt hebt, ik kan het al 5 minuten maken. Dus hij pakte mijn computer, ging de macro gaan zoeken, hier en daar iets aanpassen en boef. En toen, dat was voor mij echt een aha-moment van, oei. Ik ben niet meer mee. Ja, ik ben niet meer mee, omdat ik andere dingen aan toe was. Ja. Maar de wereld evolueert wel. En ik denk dat... Vroeger hadden we daar tijd voor, want startte je carrière, had hij 40, 50 jaar dat je mee werd, dat je mee kon. En op het einde was het misschien wel wat moeilijker, maar je kon perfect mee in de omgeving, ja, niet te veel verandering. Ja, vandaag is dat echt wel een uitdaging voor jonge mensen. Het gaat zeer snel. Na 5 of na 10 jaar, na 30 jaar mijn Schumacher aha-moment beleefd heb, hadden dat na 5 jaar of na 10 jaar en misschien na 2 jaar. Dus dat continu leren en continu geïnteresseerd zijn en continu dingen willen volgen gaat belangrijker en belangrijker worden. En wat doet u dan in dit concrete geval? Gaat u dan zeggen van, oké, nu wil ik dat ook kunnen. Leer mij dat. Of ga je dat dan uitbesteden aan... Wel, ja. In principe, we zouden moeten zeggen, nu wil ik dat ook kunnen. Ja. Maar toen had ik zoiets van, nee, dat kan ik dan beter doen als persoon. Oké, goed. We gaan het nog eens even hebben over raad van bestuur. Want daar zit ook wat in over... zit ook in je boek. Je zegt, het is belangrijk om ook externe bestuurders daarbij te betrekken. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, het is weer vanuit dat parallel denken. Hè. Als je vaak in bedrijven bestuurders hebt, die ook in de sector, of dan heb je vaak een beetje zo'n tunnelvisie. En ik denk dat het altijd interessant is, ik vind het altijd interessant om mensen met een andere achtergrond in raden van bestuur te hebben. Hè. Mensen die technisch meer geschoold zijn, of die meer affiniteit hebben met technologie, maar ook mensen die meer vanuit geschiedeniskant komen enzovoort. Omdat je altijd andere invalshoeken krijgt en op andere manieren naar hetzelfde probleem kijkt. En heel vaak is een probleem iets waar je eigenlijk oplossingen moet voor gaan zoeken, maar de oplossing is vaak een combinatie van verschillende inzichten, viewpoints, en op
die manier kom je beter tot een beter resultaat. Terwijl als je maar één of twee viewpoints hebt, had het misschien onderbelicht in, had het een verkeerde oplossing aanreiken. Dus ik denk de conclusie is eigenlijk dat je, als je met mensen met verschillende achtergronden in raden van bestuur zit, maar ook met externe bestuurders die eigenlijk geen enkele affiniteit hebben, in die zin dat ze geen financiële affiniteit hebben met het bedrijf, maar gewoon zeggen van kijk, ik zit hier, dat is hier mijn mening en daarom geef ik u mijn mening en ik trek mij eigenlijk weinig aan van aandeelhouders, van de verhoudingen tussen die aandeelhouders, cijfers, in die zin van dividenden enzovoort, maar gewoon kijken naar de facts eigenlijk. Mm-hmm. En ik geef u gewoon mijn mening, ja, dat is heel waardevol. Omdat je altijd andere factoren hebt vaak in bedrijven die meespelen. Dus vandaar externe bestuurders. Ik vind dat wel interessant om dat... En zo kan ook... de Raad van Bestuur echt een toegevoegde waarde zijn. Ja, maar ik doe dat ook vaak. Ik heb een aantal bedrijven dat ik ook echt externe bestuurder ben. En je ziet toch dat je als externe bestuurder altijd de dingen net iets anders ziet. Waar dat ze vaak, ja, omdat ze er zoveel in zitten, niet zelf aan gedacht hebben. Dus kan dat zeker aanraden. En zelfs vroeg mee beginnen. Want heel veel jonge bedrijven zeggen, ja, ik ben nog maar een bedrijf van twee of drie jaar, of ik heb maar 5 of 10 man, waarom zou ik een Raad van Bestuur moeten organiseren? Alleen mijn ervaring is dat je er heel snel mee moet beginnen en dat je vaak heel goede mensen hebt met veel ervaring die bereid zijn, als je er dan een keer s'avonds mee gaat eten of op café zit, die gewoon bereid zijn om in je raad van bestuur te komen zetelen. En dat hoeft niet altijd duizenden euro's te kosten. Nee, dat kunnen nieuwe frisse ideeën brengen. Ja. Nieuwe frisse vragen hebben we ook, zie ik, want er zijn er een aantal binnengekomen. Ga ik proberen om te zien hoe ik ze hier helemaal kan openzetten. Er vraagt iemand in welke mate jouw studies mee bepaald hebben wat je nu doet. De MBA aan Solvay. Ik heb vanuit Pol en Sok, dus vanuit Politiek en Sociale Wetenschappen, een MBA gedaan, wat eigenlijk een beetje een rare combinatie is. Ik was daar eigenlijk een beetje de vreemde eend in de bij. Maar ik denk wel dat dat nuttig was om eigenlijk de technische aspecten van het financiële onder de knie te krijgen. Hè. Want je leert wel, aan de universiteit leerde ik wel eens, zeker niet in mijn geval, maar mijn broer heeft toegepast economische wetenschappen gedaan, dus je leert daar wel een aantal aspecten van wat is nu cashflow en wat is dit en wat is dat, maar dat is vaak ook weer heel theoretisch. En ik vind ook wel en dat is natuurlijk, ja, universiteit is theorie, maar de praktijk ontbreekt vaak. En ik denk, die MBA was toch iets meer praktischer, dus ik heb daar heel veel cases opgelost. En dat is ook wel heel moeilijk geweest, hè, want ik kwam uit een richting, ik had geen accountancy gehad, ik had een heel deel dingen niet gehad, om dat dan op een iets hoger niveau te gaan doen bij die MBA. Ik heb dat wel dat jaar afgezien, dat moet ik wel toegeven. Maar het was wel heel verruimend. Nu, de studie Pol en Sok, en dat is misschien iets raar, toen ik Pol en Sok deed, werd Pol en Sok in die tijd een beetje gezien als de alternatieveling. En een beetje degene die niet wist wat ze deed, ging dat maar Pol en Sok gaan doen. Ik heb dat altijd heel jammer gevonden, want ik vond dat een heel interessante studie. Ja. Ik denk dat die studie vandaag veel relevanter geworden is, omdat je ziet eigenlijk in ondernemerschap zijn er veel meer aspecten. En dat creativiteit en dat parallel nadenken is belangrijker geworden om eigenlijk succesvol te kunnen zijn als ondernemer. Dus ik denk, had ik nu alleen ingenieur en MBA gedaan, had ik waarschijnlijk een aantal aspecten van het ondernemerschap niet gehad. Dat je een te enge blik hebt. Ja, iets te eng. Dus hoe motiveert je team? Hoe kun je aan mensen zeggen van oké, let's go for it. Mm-hmm. Hoe ga je om met je management? Hoe ga je om met je mensen? Hoe zijn de menselijke? Hoe ga je ook om... Ja, de reflecties ook van meer de zorg voor de maatschappij. Je kunt daar nu flow over doen, maar dat is wel iets dat ik toch in Pol en Sok meegekregen heb. En ik ben daar heel blij om. En moest ik vandaag opnieuw moeten gaan kiezen, dan zou ik exact hetzelfde parcours doen. Want de combinatie van een beetje ingenieur met een beetje Pol en Sok en een beetje MBA, die combinatie is eigenlijk heel goed voor hetgeen dat ik doe als ondernemer, maar ook hetgeen dat ik doe als investeerder. Ja. Want ook als investeerder zijn dat eigenlijk... Ja, kwaliteiten die je moet hebben van het taxeert eigenlijk een team. Ik kijk altijd naar de mensen. Voor mij zijn de mensen die het doen, zijn veel belangrijker. Want als je een goed team hebt, en je hebt een slecht product, dat goed team gaat dat slecht product beter maken. Maar als je omgekeerd een heel goed product hebt en een slecht team, dat slecht team gaat dat goed product gewoon naar de verdoemenis helpen. Dus team en mensen en de verhoudingen tussen mensen, hoe werken ze samen in team? Hoe kunnen zeker zo belangrijk. Absoluut zo belangrijk, ja. Een andere vraag, ik denk dat het een beetje teruggaat op wat we in het begin van ons gesprek hebben aangehaald. Staat snel denken en creatief zijn, visie hebben, staat dat noodzakelijk haaks tegenover gestructureerd denken? Ik denk dat het verschil ondernemer-manager hier... Ja, maar ik denk,
Je moet de twee... Ik heb de ongelooflijke luxe, en ik dank me... Ik weet ook niet dat dat komt, maar ik heb de luxe van de twee te hebben. In die, allee, zonder dat... Ik ben heel cijfermatig. Tot grote frustratie van sommige mensen in de raden van bestuur ook. Als er cijfers op bord komen en er zit een fout in, meestal zie ik de verband en zeg, dat klopt niet. En dan zie je kijken en dan... Dus ik weet ook niet hoe dat komt. Ik zie dat gewoon. Ik kijk daarnaar en ik zeg, dat kan niet, dat klopt niet, die verhouding. Dus ik zie altijd het getal in mijn hoofd. Dus dat enerzijds. En dan meer het creatieve heb ik eigenlijk ook wel. Want ik doe echt een beetje van alles. Ik schilder, ik schrijf nu. Zo het creatieve, ik ben met kunst bezig. Dus ja, en die combinatie vinden niet vaak, denk ik, in mensen. Allee, dat is niet... Het is gewoon toevallig. Ja. Het is toevallig dat ik dat heb. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar... dus dat misschien omdat ik eerst echt die ingenieurstudie gedaan en dat altijd met cijfers bezig geweest ben, waarschijnlijk. Maar, dus ook, het is zeker ook... niet noodzakelijk dat het haak staat op elkaar. Het kan net zo goed. Ik denk dat interessant is als je alle twee hebt. Maar je hoeft ook niet noodzakelijkerwijze... Je kunt niet zeggen, ik heb die twee niet en ik ga geen goede ondernemer worden. Maar ik denk wel, als je één van de twee hebt, zoekt u dan een partner die de andere kant heeft en probeert zo samen te werken als team. Hè. Dus, In verband met de raden gaan, wat is het moment waarop je een raad van advies opstart? Wanneer is het te vroeg, wanneer is het te laat en waar moet je op letten als ondernemer? Vanaf dag één. Nooit te vroeg. Dus nooit te vroeg, altijd. Want dat is ook zoiets, mensen zeggen, ja, ik ga dat dan wel een keer regelen, ik ga dat dan wel een keer doen. En meestal komt er dan niet van. Gewoon vanaf dag één, zelfs als je zegt, ik heb een klein bedrijfje, zoekt u... Mensen zijn vandaag ongelooflijk toegankelijk. Als je zegt, ik heb... Een bedrijf kan ik heb bijvoorbeeld iemand, een HR-director van een groot bedrijf, zou wat tof zijn, moest ik daar kunnen één keer per kwartaal twee uur mee samenzitten rond de raad van bestuur en mijn bedrijf en ook een beetje structuur. Als je een mail stuurt naar die mensen, hadden ze heel dikwijls zeggen, dat interesseert ons wel, omdat die mensen ook iets willen doen naast hun job, die dan, zeker als het met nieuwe technologie is, die dan voor hen ook weer interessant is. En dan kunnen die mensen gewoon makkelijk rondom je verzamelen. Georganiseerd een raad van bestuur, gestructureerd dat op een goede manier. Dat je zegt, dat zijn de items die terugkomen, dat zijn de dingen die we bespreken. Maar het is echt vanaf dag één moet je dat doen. En u laten adviseren ook, en de mensen in uw raad van bestuur ook laten werken. Niet gewoon voor een koffie en een babbel. Geen praatbarak. Gewoon zeggen, kijk, kun je mij daarmee aan? Kun je die introducties doen? Ik zou dat en dat willen doen, heb je daar connecties? Ja. Want uiteindelijk, dat beschrijf ik ook in mijn boek, ik vind het netwerk, de mensen die je kent vandaag, vind ik veel belangrijker. Dat is heel raar dan wat je eigenlijk kent. Want wat je kent, je kunt opzoeken. Je kunt ook mensen rondom je verzamelen die de dingen weten. Maar je netwerk, de mensen wie dat je kent en de toegang ertoe, is heel belangrijk. En jonge mensen onderschatten dat vaak. Die zeggen, ja, op netwerk, maar gewoon op een event, gewoon met mensen een klapje doen en kaartjes uitwisselen, het is misschien old-fashioned. Maar je zult mensen, en zeker in België, de wereld is zo klein, je komt mensen altijd tegen. Dus het is heel belangrijk... Dat je een keer, als je een vraag hebt, dat je bij de juiste persoon kunt te raden kunt gaan en hem de vraag stellen. Ja. Goed netwerken. Ja. Hoe evolueer je van ondernemer naar serie-ondernemer? Het is iets te eenvoudig om een CEO in je bedrijf te zetten en zelf plots andere dingen te gaan doen. Je hebt toch engagementen naar personeel en banken? Ja, maar je moet, het is niet omdat je founder bent dat je daarvoor niet... Het is nog altijd je bedrijf en je zit nog altijd... Maar... hoe evolueerde? Heel veel, ik heb het geluk gehad om mijn bedrijf te verkopen. En mensen zeggen altijd, ja, als je bedrijf verkoopt, dan zit je binnen en dan ga je op het strand gaan liggen en heb je de happy life. En bij mij heeft dat eigenlijk weinig veranderd. Ik heb al een klein beetje geld aan mijn vrouw gegeven en gezegd van, kijk, zet dat apart. En als ik het ooit vraag, geef het mij nooit. En met de rest herinvesteer ik dat. En ik denk dat ook goed is voor de maatschappij, dat er ondernemers zijn die succesvol zijn. Want een echte ondernemer... is ook iemand die niet stil zit en die pakt dat geld en die zegt, ja, ik ga dat nu niet een boot mee kopen, ik ga dat opnieuw investeren in de economie. En je moet eigenlijk een beetje hekken hebben, zoals ik die dat dan doen. En vaak verliezen dan je geld en vaak zijn ze dan weer succesvol, omdat je dan andere bedrijven weer met je raad en daad kunt helpen en ze sneller kunt toe groeien en sneller kunt doen... Dus ja, serieondernemer worden eigenlijk gewoon, ja, omdat je dan toevallig het geluk hebt om wat geld te hebben. Maar dat serieondernemerschap is superbelangrijk, want als je kijkt naar Zweden bijvoorbeeld, Zweden is heel succesvol op vlak van... grotere bedrijven, België, gelijkaardig met België. België heeft veel minder unicorns, Zweden heeft er veel meer. Hoe komt dat? Wel omdat die Zweden eigenlijk veel meer second generation entrepreneurs hebben. Ze hebben veel meer mensen die gezegd hebben, ik heb mijn bedrijf verkocht en ik ga opnieuw herinvesteren in de sector dat ik ken en dat opnieuw gaan doen. En België heeft wel een aantal van die mensen, maar eigenlijk veel te weinig. Omdat we nog te jong, we hebben nog te weinig bedrijven die succesvol geweest zijn. En die... Maar dat werkt wel, hè. Het vliegwiel rond de mensen van Showpad. Een aantal bedrijven die dat ook wel succesvol gedaan hebben. Mensen rond Clear2Pay. Mijn vroegere partner Michel
die investeert ook heel veel in technologiebedrijven, naar Welpen. En eigenlijk op de laatste 10 jaar is er veel gebeurd in België. En ik denk echt dat dat ook daarmee te maken heeft, omdat je een stuk je ervaring ter beschikking stelt, helpt. En doordat je die bedrijven helpt, kun je de tijd reduceren. En vandaag is het eigenlijk belangrijk dat je heel snel, als je een goed product hebt, dat je het snel naar de markt kunt brengen. Dus tijd is een belangrijke factor geworden. Veel belangrijker dan geld die overvloedig aanwezig is, of een goed product of een goede markt. Tijd is een heel belangrijke factor. Ja. En die second generation entrepreneurs kunnen net die tijd reduceren, omdat ze de weg weten. Hè. Het is een beetje in een doolhof rondlopen en zeggen, ja, je kunt er ook uit geraken in het doolhof, maar dan trial and error. Maar als je al een keer erin gelopen hebt, dan weet je, ja, hier ben ik gepasseerd, hier weet ik, dan kun je er makkelijker uit geraken. Ja, zeker. We hadden het daar straks over dat extra uur, hè, dat u, die extra uren per dag die u zelf altijd presteerde. Verwacht je dat uur extra alleen van jezelf of ook van je managers en medewerkers? En hoe stimuleer je dat? Mensen zeggen vaak die mij kennen dat ik een gemakkelijke mens ben, maar toch weer niet. De meesten zeggen dat ik eigenlijk wel veel eisend ben. Dat mij altijd, ik verschiet er altijd maar van. Maar je vindt dat zelf niet? Nee. Ja, nee, ik vind altijd, dat is een beetje vervelend natuurlijk, maar mensen die voor mij gewerkt hebben of voor mij werken, vinden wel dat ik veel eisend ben, terwijl ik dat eigenlijk zelf niet vind. Mm-hmm. Maar dat komt omdat ik waarschijnlijk ook weer vanuit mijn eigen referentiekader daarnaar kijk. En ik moet mij vaak moet ik mij wel afremmen, omdat ik dan inderdaad zo dikwijls dat ook verwacht. Voor mij is dat de normal, dat ik een paar uur extra werk. Niet dat dat moet, maar dat ik... En dan verwacht ik dat ook, maar ik begrijp dan ook wel dat andere mensen zitten niet altijd in die omstandigheden, mm-hmm. als ze kinderen hebben en een gezin hebben enzovoort. Dus ik heb gelukkig medewerkers die mij dan wel op attent maken en die ook, aangezien dat ik ook mensen heb die vaak gewoon zeggen waar dat op neerkomt, die dan zeggen, ja, nee, dat gaan nu die punten. Mm-hmm. Maar eigenlijk verwachten we het wel. Ja, in mijn onderbewustzijn, maar ik heb er wel respect voor als het niet kan. Het is niet dat ik dan zeg van, ja, dat is dan slecht voor je carrière en zo. Absoluut niet. Nee, als de prestaties er dan maar zijn. Ik zie ook wel, wat ik ook wel zie, is dat als mensen in een omgeving werken, waar dat plezant is, dat ze zien de dingen vooruit gaan en ze zijn daar mee involved en ze kunnen dat realiseren, dat ook wel enorm veel voldoening heeft. En ik denk de realisatie, het feit dat je naar iets streeft, dat je dat heel duidelijk stelt, en daar gaan we naartoe en dat je daar samen naar streeft, dat is... Vaak werken, maar dan ook weer niet. Mm-hmm. Ik werk ook veel. Mensen zeggen, je werkt veel. Maar ik zeg, ja, maar eigenlijk is dat wel werk. Maar eigenlijk voor mij is dat niet werk. Ja. Ik vind dat gewoon, I love it. Dus, en in het beste geval is dat voor je medewerkers ook zo. Ah, maar ja, dat zou het ideaal geval zijn. Dus, Aha. Als een bedrijf waarin je geïnvesteerd hebt, de budgetten niet haalt, er moet extra geïnvesteerd worden. Op welke basis beslist u dan dat of te doen of de stekker eruit te trekken? Dat is een goede vraag. Meestal, als ik investeer, investeer ik altijd trapsgewijs. Dus ik ga nooit een bepaald bedrag onmiddellijk in een bedrijf steken. Ik steek altijd een heel klein bedrag in een bedrijf, ook met fonds doen we dat, is onze strategie. Waarbij dat we eigenlijk zien dat, dan zitten we in het bedrijf, dan leren we het management kennen, kunnen we met hun werken, leren we het bedrijf kennen. Meestal komen dan ook de problemen naar boven die ze verzwegen hebben in de due diligence, of die niet naar boven gekomen zijn in de due diligence. Dus we leren eigenlijk veel. En als je een tweede keer investeert, een tweede stap zet in het bedrijf, dan is de kans op failure veel kleiner, omdat je het bedrijf al beter kent. Je betaalt misschien wel iets meer, maar je failure rate is kleiner. Dus voor mij is het eigenlijk heel belangrijk om involved te zijn in het bedrijf. Om operationeel ook te weten dat het hart van het bedrijf eigenlijk aan te raken. En niet om de side te blijven. En heel vaak investeerders hebben dikwijls de neiging om te investeren en dan naar de raad van bestuur te gaan, maar eigenlijk niet echt involved te zijn in het bedrijf operationeel. En ik denk dat dat ook een beetje het verschil is. Ik probeer ook in de bedrijven dat we aanwezig zijn, in de mate dat dat kan, en als dat nodig is, ook altijd echt operationeel een aantal dingen te doen, omdat je dan echt het hart van het bedrijf voelt. En als je dan opnieuw moet investeren, als het al wat slechter gaat, maar je zegt, kijk, ik heb vertrouwen in dat management, we kunnen ermee werken, ze doen dus de juiste ding, dat product zit goed, de markt zit goed, enzovoort. Ja, dan heb je ook grotere bereidheid om opnieuw te investeren. Ja. Als je het bedrijf niet kent en het gaat slecht en je staat er te ver vanaf, is het ook vaak moeilijk om voor jezelf dan, om je eigen comité, want je hebt ook een comité die dan beslist over de investering, om die te overtuigen. Ja. En als je zelf niet erin zit, is het moeilijker. Dus veel betrokken zijn bij wat ze doen en dan is die beslissing duidelijk. Het is veranderd, want vroeger waren VC's of investeerders vaak meer cijfermatig betrokken. Spreadsheets en veel berekeningen maken. En terwijl vandaag zie je eigenlijk dat de betere VC's en de betere investeerders zijn eigenlijk diegenen die geld ter beschikking stellen, maar voornamelijk ook een netwerk, voornamelijk ook kennis, voornamelijk ook tijdreductieaspecten van hoe moet een ERP gaan installeren, hoe doet u dat, we kunnen dat, we weten, we hebben dat al gedaan. En dat is wat u doet nu. En dat is eigenlijk hetgeen en dat is ook hetgeen wat ik vraag tof vind. Onze tijd is ongeveer op. Ik heb nog een vraag voor u. Heeft u nog een drukke dag?
Ik heb nog een redelijk drukke dag vandaag. Ja. Zelfs tot, nog tot vanavond. Oké, veel succes daarmee. Hij is in elk geval goed begonnen. Bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Zo, het was zeer boeiend. Heel veel informatie in dit uur meegekregen. Ik onthoud dat we onze talenten moeten inzetten en daarop moeten focussen. Dat het leven te kort is om ongelukkig te zijn. En dat de Zweden maar één praline eten. Mark, het woord is aan jou. Dank je wel. Bedankt Jurgen voor je inspirerende tips. Bedankt Annelies voor het aangename interview. Ook ik onthoud een aantal zaken. Is dat ondernemen ook voor jezelf zorgen is. Hè? Voldoende slaap, gezond eten, fun hebben. Dat geluk een niet te onderschatten factor is. En going for the extra mile. En dat parallel werken en tijdreductie eveneens zeer belangrijke factoren zijn. Ik wens jullie enorm te bedanken voor jullie aanwezigheid op deze webinar. Blijf gezond en graag tot een volgende gelegenheid.